Welkom allemaal bij deze engelenboodschap voor donderdag 7 maart 2024. We gaan kijken welke boodschappen we mogen ontvangen. En ik ga beginnen met een boodschap van het dierenorakel. Ik heb de kaarten weer voorgeschud op de energie en de bruine beer wil naar voren komen. Neem een pauze. Dus ik ga die boodschappen er voor jullie bij nemen van de bruine beer, kaart nummer 7. En daarna gaan we een tarotlegging doen. En kijken wat de energie is voor morgen donderdag 7 maart. De boodschap van de bruine beer. Er is een tijd om te handelen en een tijd om rustig je aandacht te richten op de strategie. Deze kaart is een teken dat je het beste al dat harde werk aan je doelen kunt staken. En in plaats daarvan die tijd kunt gebruiken om te mediteren of om even een dutje te doen, zodat je weer fris wordt en beter in staat bent je volgende stappen te plannen. Kijk nog eens goed naar de stand der zaken. Terwijl je erg over nadenkt en je je voorstelt wat je zou kunnen doen met alle mogelijkheden die voor je liggen. Maak dan een plan. Bedenk dat je slaap nodig hebt om te dromen en rust om een heldere strategie te vormen. Hoe zou je de persoon kunnen worden die je wil zijn en alles ervaren waarnaar je hart verlangt? Het inzicht zal komen als je de mogelijkheden verkent en het plan voor je begint te zien. Wanneer je weet wat je wil, weet je ook zeker dat je je energie verstandig zal gebruiken de komende tijd. Heb nu geduld, ontspan, wees rustig en kalm zodat je kunt opladen. De roep voor actie komt later wel. En dan de beschermende boodschap. Wanneer je zo uitgeput raakt dat je niet kunt besluiten hoe je verder moet, herinnert de bruine beer je eraan dat je niet zo ongeduldig moet zijn in het zoeken naar antwoorden en oplossingen voor de problemen die je hebt. Het is nu tijd om rust te nemen en te mediteren. Neem een pauze. Laat het inzicht in je opkomen en weet dat je nog tijd genoeg hebt om plannen te maken. Deze kaart herinnert je eraan dat in sommige gevallen de beste en meest effectieve actie geen actie is. Sta de situatie maar toe zich langzaam aan je te openbaren, zodat je haar beter kunt begrijpen. Bedenk dat wat van jou is, je nooit zal worden onthouden. Je kunt dus echt ontspannen en wachten tot de volgende stap duidelijk wordt. Wonderen komen altijd uit het niets en die van jou zullen komen wanneer Spirit het daarvoor tijd acht. Dus ja, een hele duidelijke kaart van een pauze nemen, rust inlassen. Datgene wat voor je bestemd is, is wat ik ook altijd zeg, gaat niet aan je voorbij. En het zal me niet verbazen als dadelijk die zwaarde 4 naar voren komt bij de tarotkaarten. Onder op het dek hebben we de hoge priester, stierenergie. Je kunt zelf het sterrenbeeld stier hebben of een plaatsing en dit kan ook staan voor iemand in je omgeving. Die hoge priester kan ook staan voor contracten. Het kan staan voor bedrijven, instanties. Het staat ook voor toewijding. Het kan staan voor religie. Iemand die optreedt als een soort van mentor met de hoge priester. Want dit is de paus uit het dek. Voor sommigen van jullie komt er goed nieuws en gaan er contracten getekend worden. En als je inderdaad die nieuwe start maakt, dan bedenk je inderdaad, het is tijd om even rustig aan te doen voordat je ergens aan gaat beginnen. Dat kan met een nieuw contract te maken hebben, want ik zie de kelke 3, die kaart van goed nieuws, iets te vieren ligt daaronder. Met de koningin van staven, ram, leeuw, boogschutter energie. En dat is iemand die heel doelgericht is. Je hebt misschien allerlei creatieve ideeën inderdaad. Zoals die bruine beer, die boodschap van die bruine beer. Dingen waar je actie op wil ondernemen. Vooral die koningin van staven is iemand die hard werkt. Haar passie volgt. Zich voor de volle 100% ergens voor geeft. En het kan ook een boodschap zijn van even pas op de plaats maken. Inderdaad met die koningin van staven. Is er balans nodig? Er is balans nodig tussen werk en privé. Universum, wat is de boodschap voor donderdag 7 maart? Voor het grote collectief. En neem alleen datgene mee wat voor jou resoneert. Laat de rest achterwege. Niet alle boodschappen kunnen voor iedereen resoneren. We zitten niet allemaal op dezelfde tijdslijn. En energie is vloeibaar. Dus voor de een kan het donderdag zijn dat iets resoneert. Maar voor de ander kan het ook vandaag of vrijdag zijn. Universum, wat mogen we ontvangen?
eerder of later. Dat kan allemaal. De rollen kunnen ook omgedraaid zijn. Dus als ik het over jou heb en over een bepaalde persoon, die energie kan ook, ja, is ook omkeerbaar. Universum. Wat is de boodschap voor donderdag 7 maart 2024? Donderdag 7 maart 2024. Wat mogen wij verwachten? Wat is de energie? 3 kaarten. Ja. En ook die kaart had ik kunnen verwachten met die staven 10. Heel veel last, heel veel verantwoordelijkheden. Met heel veel dingen tegelijk bezig zijn. Dit is echt iemand die de last van de wereld op zijn schouders draagt met die staven 10. En dit kan dus met je werk te maken hebben. Heel veel tijd en aandacht ergens instoppen in je werk of in iets anders. Maar het kan je allemaal wat te veel worden en er is balans nodig. Met deze kaart, de staven 10, is er balans nodig. Het kan ook zo zijn dat je inderdaad fysiek uitgeput bent of allerlei stressgerelateerde klachten hebt, zoals hoofdpijn, pijn aan je rug, pijn aan de nek, dat soort dingen. Neem een pauze. Universum. Mogen we nog meer ontvangen voor donderdag 7 maart. En met die kaart, die staven 10, is het ook gewoon raadzaam om die rust te nemen. Want je kan tegen een burn-out aanzitten met die kaart. Wat mogen we nog meer ontvangen? Het is echt nodig om je balans te vinden. Te veel kaarten. Universum, nog 2 kaarten wil ik graag. Ik zag een koningin van zwaarden voorbij komen. Tweeling, weegschaal, waterman, energie. Het kan een alleenstaande vrouw zijn of een alleenstaande moeder. Ook, ja, dat kan ook bijdragen aan, ja, verantwoordelijkheden die je draagt. Kinderen. Werksituaties. Een combinatie van allerlei lasten die je draagt. Alleen draagt. Universum. Donderdag 7 maart. En het is nu een tijd van gezonde keuzes maken voor jezelf hierin. Universum, donderdag 7 maart. Ja, en daar hebben we 2 kaarten. We hebben wat nostalgie met de kelke 6. Dus je kunt misschien terugdenken aan een tijd dat alles nog heel makkelijk was. Dit kan ook te maken hebben met kinderen, zoals ik zei. We hebben het oordeel. Het kan specifiek met de opvoeding van kinderen te maken hebben. Of ja, iets wat je heel zwaar valt. Iets wat heel veel tijd inneemt. Het oordeel heeft ook weer te maken met terugdenken aan het verleden. Dus we hebben 2 kaarten die eigenlijk met het verleden te maken kunnen hebben. Dit is echt terugdenken aan tijden dat alles nog veel makkelijker was. Dat je nog niet al die verantwoordelijkheden hoefde te dragen. Het kan ook zo zijn dat je terugdenkt aan je kindertijd. En dit heeft ook te maken met het omarmen van je innerlijk kind. Doordat je met heel veel dingen tegelijk bezig bent, kan het ook moeilijk zijn om nog dingen te doen die je echt graag wil doen. Of die je misschien vanuit vroeger heel graag deed. Bepaalde hobby's die je had. We hebben het oordeel. In je hart weet je inderdaad wat te doen met het oordeel. Dit heeft te maken met een nieuwe start. Het heeft ook te maken met een vernieuwing. We hebben Pentakels 10 onder op het dek. Een kaart van familie. Een kaart van stabiliteit, zekerheid. Stabiele situaties. Financiële zekerheid, iets opbouwen voor je gezin, voor je nakomelingen. Dus dat kan iets zijn waar je gewoon heel veel tijd, heel veel energie in stopt. Eigenlijk ben je heel erg gefocust op je financiën, op je carrière, op je zekerheid. Maar het wordt op een gegeven moment te veel met de staven 10 en er is verandering nodig. Ik zie de doodkaart hieronder op het dek liggen. Dit is een kaart van een einde, een nieuw begin, een wedergeboorte, een grote verandering, een hele grote transformatie. En die transformatie, dat kan ook te maken hebben met een transformatie in jezelf. Ja, praktisch.
meer praktisch zijn. Dit is de koningin van Pentakels. Zij draagt zorg voor haar gezin. Ze draagt zorg ervoor dat er voldoende financiële zekerheid is. Maar ze zorgt ook goed voor zichzelf, die koningin van Pentakels. En dat is waarbij de koningin van Staven, die zo gedreven is, gepassioneerd is, iemand die zichzelf wel eens voorbij kan vliegen. En op een gegeven moment, als je inderdaad geen pas op de plaats maakt, geen pauze neemt, dan gaat het torenmoment plaatsvinden. En voor sommigen van jullie heeft het torenmoment plaatsgevonden. Is het misschien heeft het te maken met berichtgeving over gezondheid of een andere berichtgeving wat eigenlijk heel plotseling kwam, wat je echt een soort van het torenmoment slaat eigenlijk de wereld onder je voeten uit, iets waar je over gaat nadenken. Het kan ook te maken hebben met die inzichten die je krijgt. En ik heb het gevoel dat inzicht is gekomen door een boodschap die je hebt gekregen of nog gaat krijgen. Van het is nu echt tijd voor verandering. En ik moet de dingen anders aanpakken. Het oordeel is ook echt een aha-moment krijgen. Dus met beide benen ineens de realiteit zien en keuzes gaan maken. Universum, waarom ligt hier, kijk, en wat hebben we hier onder op het dek? De aas van zwaarden, de zwaarde 10 en de duivelenergie. Ja, en besef dat bepaalde ongezonde gedragingen of ongezond patronen, dat kan zelfs verslavingen zijn of bepaalde verleidingen waaraan je steeds maar weer toegeeft, die controle willen houden. Het kan te maken hebben met ego, met de duivelenergie, willen winnen, ergens je in vastbijten, misschien tot een soort van obsessie, iets tot een soort van obsessie maken. Maar het is ongezond voor je en dat besef je met die aas van zwaarden. Het is iets wat inderdaad ervoor zal zorgen dat je uiteindelijk in die zwaarde 10 energie zult belanden. Waarom ligt hier de staven 10, universum? Waarom ligt hier de zwaarde 10? De staven 10, sorry. De staven 10, universum. 1 kaart voor de staven 10. Staven 10. De zwaarde 9, ja. Dus bij alle verantwoordelijkheden die je draagt, bij al die, datgene wat zo zwaar op je schouders drukt eigenlijk, kan het ook zo zijn dat je ook nog eens slecht slaapt. Want die zwaarde 9, dat is overdenken, overanalyseren, je zorgen maken over van alles en nog wat. Verantwoordelijkheden dragen die misschien niet alleen voor jou zijn, maar dit is iets wat zo zwaar op je drukt dat je er 's nachts nog mee bezig bent. Het kan zelfs terugkomen in je dromen. Of je kunt bepaalde dingen verwerken in je dromen met die zwaarde 9. Ja, dan weer die toren hieronder op het dek. En de pentakels 10. Dus de situatie waar je in bevindt. De staven 9 zie ik eronder liggen. Ja, de gewonde strijder die maar vol blijft houden. Het gevoel heeft elke dag een gevecht te moeten leveren. Onrust, gestrest zijn. Maar ook echt vooral uitgeput. Uitgeput zijn. De krachtkaart ligt eronder. Dus een bepaalde periode waar je doorheen bent gegaan. Het heeft je al heel veel kracht gekost. Je bent wel sterk genoeg met die leeuwkaart. Dus je hebt de kracht om je hier doorheen te slaan. Het kan het werk te maken hebben. Pentakels 8. Het werken aan het verbeteren van je eigen. Verbeteren van je leven eigenlijk. En dat kan voor iedereen op ander gebied zijn. Maar daar moeten dus keuzes in gemaakt worden. Want er is geen balans. Ik heb weegschaalenergie hier met de gerechtigheid. De gerechtigheid is ook een kaart van balans vinden. En daarin keuzes maken. Maar ik zie jullie inderdaad ook die helderheid krijgen. En inderdaad
iets anders aan gaan pakken. Of ja, een soort van risico nemen op een nieuwe aanpak, een nieuwe start. Je bent wel vastbesloten om inderdaad de dingen ook echt te veranderen. En ook bepaalde dingen achter je te laten. Of los te laten. Eraan te werken. Je bent echt aan het overdenken. Wat zijn nu mijn volgende stappen? En ook heel praktisch in de zin van. Hoe kan ik dit inpassen in mijn dagelijkse routine? Waar ligt hier de Kelpen 6? En voor sommigen van jullie is het misschien handig om met een soort van dagagenda te werken. Waarom ligt hier de Kelpen 6? Maar de keuzes die je dus maakt, of de veranderingen die je voor jezelf wil, hebben ook te maken met het gezin, met de familie en met je financiën, heb ik het gevoel. Waarom ligt hier de Kelpen 6? Met je zekerheid. Waarom ligt hier de Kelpen 6, universum? En draaide er nu een kaart om, dacht ik. Nee. Waarom ligt hier de Kelpen 6, universum? Voor sommigen van jullie ben je je zorgen aan het maken over iemand in de familie. Krijg ik ook door. Met die Kelpen 6. Dit kunnen ook mensen zijn uit het verleden. Of iemand met wie je opgegroeid bent. Een soulmate, een diepe vriendschap. Een familielid. Zeker met die Pentakels 10. Dit is echt het gezin, de familie. Het kan ook zo zijn dat je je zorgen aan het maken bent over iemand uit de familie. Waarom ligt hier de Kelpen 6? Of iemand binnen je familie maakt zich zorgen over jou of binnen het gezin. We hebben de Kelpen 6. Een ridder van pentakels. Stier maakt steenbok energie. Waarom ligt hier de Kelpen 6? Nog een kaart. Kijk, en die ridder van kelken, van pentakels, die komt er niet voor niets uit. Met al die kaarten van rust nemen, oververmoeid zijn, tegen een burn-out aanlopen. Dit is inderdaad de langzaamste ridder uit het dek. En ik heb ook het gevoel dat je terugdenkt aan een tijd. Het kan zijn dat je deze verantwoordelijkheden met de geboorte van kinderen, dat het toen steeds meer is geworden. Maar het kan ook met een bepaalde baan die je hebt. Of het feit dat je ineens alleen ervoor staat. Want dat is ook een kaart van, ja, er is hulp nodig. En je kunt bepaalde dingen uit handen geven met die staven 10. Je hoeft niet alles alleen te doen. Er kan op een plotseling moment in je leven inderdaad, kan het gewoon allemaal te veel zijn geworden eigenlijk. En je denkt daaraan terug. Want dit is iemand die stilstaat en die kijkt naar zijn huidige situatie. En het ligt onder die Kelpen 6 van terugdenken aan de tijd daarvoor. Toen je al die verantwoordelijkheden nog niet droeg. Kijk, we hebben hier een schildknaap van zwaarden. Dit is iemand die nieuwsgierig is. Iemand die op onderzoek uitgaat. Kan ook staan voor communicatie. Dus, voor sommigen van jullie heeft het te maken met communicatie die er gaat komen. Want de Kelpen 6 kan ook een kaart zijn van iemand uit het verleden komt terug. En dit is natuurlijk een algemene reading voor een hele grote groep. Dus het kan voor verschillende mensen op verschillende manieren resoneren. Er kan ook communicatie komen van iemand. Iemand die op dit moment zich zorgen maakt, in zijn hoofd zit, slapeloze nachten heeft, heel veel lasten draagt. Maar doe het langzaam aan. Kijk, die langzame ridder, die haalt wel de eindstreep. Hij draagt die pentakel in zijn hand en is iemand die niet zomaar actie onderneemt op alles wat er op zijn pad komt. Maar eerst zorgt dat er nagedacht wordt, een plan is voor actie te ondernemen eigenlijk. Dus onder het dek hebben we ook een keuze. De geliefde kaart. En zoals ik zei, het kan te maken hebben met een soulmate energie. Ook met deze geliefde kaart. Iemand die je heel dicht na aan het hart staat. Voor sommigen van jullie maak je je dus zorgen over iemand in de familie. En komt daar
communicatie van aankomende donderdag? Of maak je je zorgen dat er iets niet klopt of wat dan ook? En dan heb ik het gevoel dat er wel een bericht komt wat je op de een of andere manier wel blij in gaat maken. En het kan ook te maken hebben met kinderen. Waarom ligt hier het oordeel? Waarom ligt hier het oordeel, universum? Het oordeel als er iemand waar je zorgen over maakt. Iemand met wie je misschien een hele tijd geen contact hebt. Of ja, zoals ik zeg, waar je zorgen over maakt. Of diegene maakt zich zorgen over jou. Het oordeel is ook iets vanuit het verleden wat terugkomt. Iemand die een tweede kans wil. Iemand die een situatie wil vernieuwen. Iemand die om vergeving vraagt. Waarom ligt hier het oordeel? Maar dit kan dus ook je eigen, ja, je oordeel naar jezelf toe zijn, als het ware. En een aha-moment krijgen over hoe kan ik mijn leven veranderen, dat er meer balans komt. Kijk, een nieuwe start, de dwaas. En dit kan ook iemand zijn die een risico neemt. Dus ja, het kan komen van kinderen, een jongere persoon of iemand die nog heel jeugd, een hele jeugdige, vrije spirit. We hebben een koningin van kelken, schorpioen, kreeft, vissen. Ja, en dit is ook weer iemand die heel zorgzaam is. Soms zichzelf wegcijfert en zichzelf vergeet. Ook met die kelken 6, die staven 10. Altijd klaarstaan voor anderen. Altijd ook meteen handelen, heb ik het gevoel. Als iemand je hulp vraagt, meteen klaarstaan en meteen alles uit je handen laten vallen en inderdaad iemand helpen. En het kan ook zo zijn dat in het verleden gewoon misbruik gemaakt is van je vriendelijkheid, van je zorgzaamheid. Ja, dit heeft geleid tot die energie van de staven 9. Uitputting. Waarom ligt hier de pentakels 10? Want ik zie hem hier onder op het dek ook weer liggen. Ja, de zwaarde 4. En ik zei het net al, het zal me niet verbazen als die kaart eruit komt. En dit is de kaart van die innerlijke balans vinden, innerlijke rust vinden. Je terugtrekken om na te denken. Ook je tijd nemen om over iets na te denken. En wil je, zit je met iets waar, ja, wat heel zwaar op je drukt op dit moment. Met die staven 10. Dan neem je tijd en het is nu tijd om uit te rusten. Want die heldere inzichten of helder na kunnen denken over welke keuzes ga ik maken, kun je niet doen als je volledig uitgeput bent. En met die zwaarde 4, ook je gezinsleden hebben niets aan je als je inderdaad op een punt van een burn-out staat. Dus er is nu verandering nodig. Weer het oordeel. Zwaarde 4 en het oordeel. Voor sommigen van jullie komt er dus berichtgeving. En dat kan zijn van een jonger iemand. Een bepaalde berichtgeving die je echt wakker schudt op de een of andere manier. Kijk, die je ook bewust maakt van je eigen ongezonde patronen, gedragingen. Waar je van los moet zien te maken. Verleidingen, controle. Want ook die koningin van staven is echt iemand die de controle niet wil loslaten. Je wil hoe dan ook die controle blijven houden. En zij kwam al meteen aan het begin van de reading naar voren. Dus je bijt je ergens in vast. Je laat niet meer los. En het kan ook zijn uit een vorm van ego. Ik kan het allemaal alleen. Ik ben sterk genoeg. En ik zal de wereld wel laten zien dat het me allemaal lukt. Maar dit kan lichamelijk bepaalde consequenties hebben. Maar ook mentaal. Uitputting. Dus er komt echt zo'n soort besef. En ik heb ook het gevoel dat jullie, zoals ik zei, het kan door communicatie komen. Het kan ook van een dokter zijn, wat dan ook, wie dan ook. Maar ik heb ook het gevoel dat iemand je een goed advies gaat geven. Of komt met bepaalde mogelijkheden. Waarin je dan voor jezelf eigenlijk
de beste mogelijkheid of de beste optie om dingen te veranderen zal gaan toepassen. En als je heel snel wil gaan, want ik heb het gevoel dat het een hele snelle energie is. Je wil heel snel gaan, je wil heel snel naar dat doel toe werken. Je bent heel gemotiveerd, heel veel passie voel je ergens voor. Dus je wil daar maar mee blijven doorgaan. Als een soort van obsessie ook met die duivelenergie. De verleiding is heel groot om toch maar even nog dit te doen. Toch maar even nog dat te doen. In plaats van echt te zeggen tegen jezelf. Nu ga ik lekker op de bank zitten of ik ga gewoon een dutje doen. Dat kan iets zijn wat heel moeilijk voor je is. En zeker als je in die modus hebt gezeten van steeds meer weer willen blijven doorgaan. Ik zie weer die koningin van staven. En dan weer de zwaarde 10 eronder liggen. Dus het is nu tijd om je energie even terug te trekken met de pentakels 4. En heel duidelijke keuzes voor jezelf maken. Waar geef ik aan en waar geef ik niet aan? Ja. Bekijk de situatie vanuit een andere kant met die gehangene. En neem even pauze. Maak pas op de plaats. Dat is eigenlijk echt de boodschap. We hebben weer een kaart van geven en nemen. Daaronder liggen de pentakels 6. Ja, je bent heel gul met je tijd, met je aandacht, ook voor anderen. En het is de bedoeling, het is de boodschap van het universum van, kijk goed, waar geef ik nog aan? Want uiteindelijk moet je ook soms aan jezelf denken en niet alleen aan anderen. Maar denk aan jezelf en maak daarin keuzes. Ja. Dat is de boodschap. Dus als het resoneert, laat het me weten in de reacties. En geef mijn video een like alsjeblieft. Dat helpt mij ook weer om het kanaal te laten groeien. En ik wens jullie een hele mooie dag toe. En tot de volgende keer weer. Dag!